Hallo, ik ben Thomas, uw reisleider. Deze week neem ik u mee op een reis door het hart van Duitsland, langs de Moezel en de Rijn. Ons avontuur begint in Koblenz, een stad vol geschiedenis. Hier komen Rijn en Moezel samen bij het Deutsches Eck. Het Midden-Rijndal is een van de oudste en mooiste cultuurlandschappen van Europa. Niet voor niets staat het op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het is omgeven door kastelen, paleizen en ruïnes, getuigen van een rijk verleden. Hier ervaart u geschiedenis van dichtbij. Luister naar de melodie van de Rijn bij de legendarische Loreleirots, waar de zang van een nimfe menig schipper betoverd heeft. Volg de loop van de rivier met de fiets. Langs met wijnranken begroeide hellingen en door historische stadjes zoals Oberwesel, Bacharach en Rüdesheim. Elke steeg, elk vakwerkhuis, elke kerk is een venster naar het verleden. In Mainz, het zuidelijkste punt van onze reis, ontmoeten we het erfgoed van Johannes Gutenberg, de vader van de moderne boekdrukkunst. Zijn geest leeft voort in het Gutenberg Museum. Vervolgens gaan we verder langs de Moezel. Hier leidt onze weg door schilderachtige dalen en langs Romeinse ruïnes. De wijngaarden aan de oevers van de rivier zijn niet alleen een lust voor het oog, maar ook de thuisbasis van de wereldberoemde Riesling. Hier, in deze vruchtbare regio, wordt de kunst van de wijnbouw al duizenden jaren beoefend. De Moezel staat bekend om zijn spectaculaire rivierlandschap en de pittoreske plaatsen zoals Cochem, Bernkastel-Kues en Traber-Trarbach, die uitnodigen om even te stoppen. Deze reis verbindt de schilderachtige landschappen van Rijn en Moezel, die een prachtige combinatie bieden van cultuur en natuur. Ontdek Duitsland van zijn mooiste kant. Van sprookjesachtige kastelen tot gezellige stadjes, van lieflijke wijngaarden tot beboste dalen. Onze reis langs de Rijn en Moezel is een feest voor de zintuigen. Ik dank u voor het kijken en wens u vele onvergetelijke momenten op deze reis.